Kevin Baert net de aftrap genomen van Antwerp. Ja. Oostende, welk gevoel geeft dat? Plezant, hè? Mooi gevoel als je de supporters ziet, dat is fantastisch, hè? Ja. Natuurlijk, Baert is een makkelijke naam, maar als je door die duizenden Antwerpse kelen dat hoort weer klinken, doet je wat, hè? Ja, zeker, zeker. Het is ook zo, ik was vroeger ook supporter en het is altijd plezant. En als je dan 8000 man je naam hoort roepen, dat kun je nog niet vergeten. Nee, het was echt een spontaan gebaar. Ja, zeker, zeker. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Goed, je speelt nu, je hoopt straks de tweede ronde klaar te maken bij Oostende. Ja, we zijn in de eerste minuut. Hoe voelt dat? Ik hoop gewoon een mooie match en dat ik snel op de bank kan zitten. En dat ik ze bied een mooie match kan kijken. Ja, dat is het belangrijkste. Dat is het belangrijkste, absoluut. Ja. Voetbal is zo, dus het moet mooi gespeeld worden. En hopelijk een mooie match. Ja. Ik ga je niet vragen naar een pronostiek. Nee. Want dat zou een beetje te pijnlijk zijn. Ja. Maar concreet, wanneer Kevin terug, niet alleen de aftrap, maar ook weer volop in het veld? December, januari. Hopelijk. Hopelijk. Oké. Oké, alsjeblieft. Het zou wel het mooiste nieuwjaarsgeschenk zijn. Hè? Ja, absoluut. En nog eens proficiat met de terugkomst bij Antwerp. Maar ik zou zeggen, straks de bus nemen naar Oostende. Tuurlijk, absoluut. Bedankt voor het interview. Dankjewel.